kantoor en ik heb een hele leuke shootdag. Ik ben nu even aan het voorbereiden en Nicole komt zo meteen hier naartoe. Ik ga namelijk een kort stijlinterview opnemen samen met H&M. En een aantal outfits fotograferen en op video vastleggen die ik ga doneren. Ik ga met Nicole door mijn kast en ik ben al even wat vooronderzoek aan het doen. Ik heb bijna alles wat ik heb en wat misschien wel een mooi donatie-item is meegenomen. Want we gaan eigenlijk pareltjes uit mijn kast zoeken om te veilen. En de opbrengst daarvan gaat naar de voedselbank. Ik vind de voedselbank natuurlijk een hele mooie, zinnige organisatie. En ik vond het fijn om daar op een of andere manier een steentje aan bij te kunnen dragen. Dus ik ga echt zoeken naar hele, hele mooie stuks die hopelijk heel goed geboden worden en veel opbrengen. En dan wordt dat gewoon helemaal gedoneerd. Dus dat vind ik een tof initiatief en heel veel zin om daaraan mee te werken. Dus ik zal wel even in de bio zetten of hier ergens in beeld waar of tot wanneer je kan bieden op items uit mijn kast. En ik denk dat deze mooie blazer misschien wel het hele pak een kanshebber is voor de donatiestapel. Deze had ik onder andere aan op Kopenhagen Fashion Week. En het is zo'n mooie oversized blazer. En ik voel me altijd in een pak of alleen in de mooie pantalon of een oversized blazer heel zelfverzekerd en sterk. Dus of je nou een sollicitatiegesprek hebt of een kerstdiner of whatever. Een pak is eigenlijk altijd goed en echt wel een mooie aanwinst in je kast. En dit is gewoon een hele mooie classic. Hier heb ik van alles. En dan heb ik nog zo'n heel rek met allemaal favo's. En wat leuke H&M dingen er ook tussen. Hoe tof is deze H&M print ook. Die is er in een jurk, in een rok, in een top. Ik vind hem echt te gek. Dit mooie kleine bloemetje. Love. Ik maak mijn look af met een jeans en deze toffe muiltjes ook van H&M. Super cool en zitten echt mega lekker. Ik ben aan het vloggen. Ik ben net thuis en Jordi komt ook net binnen. We zijn op kantoor geweest en het is nu 7:50. Jordi heeft net wat boodschappen gedaan en ik ben heel even een paar dingen in het huis op aan het ruimen. Want ik had content gemaakt, dus het huis is helemaal ontploft. En ik moet nu nog een paar foto's editen en dan aanleveren aan een klant. En dat moeten ze nog even doen. Ik hoop dat ik om 8:30 klaar ben. We kunnen nog heel even de Crown kijken. We zitten helemaal in seizoen 4. Mijn hart breekt echt voor Diana als ik dit allemaal zie. Oh. Ik word ook heel kwaad de hele tijd op Charles en Camilla. Ik vind het echt een heftig verhaal. Ik wist ook helemaal niet dat Diana zo jong was toen ze met hem trouwde. Ze was echt 19 of zo. 18 of 19 toen ze zich verloofde. Het is echt heel heftig. Het voelt alsof ze daar een beetje ingeluisterd is. Dat niemand haar heeft beschermd. Maar goed, het is misschien ook framing. Maar zo komt het bij mij wel binnen. Verder ben ik echt hard aan het werk deze afgelopen paar weken sinds de pop-up. Er zijn eigenlijk het afgelopen half jaar heel weinig projecten geweest. En nu, richting einde van het jaar, merk ik dat heel veel merken denken, oké, we willen toch nog heel even knallen. We willen wel iets communiceren. De ergste schrik en het omschakelen is nu gebeurd en we willen wel weer een paar mooie campagnes doen. Dus nu komt er opeens van alles tegelijkertijd. Maar wel vaak met hele krappe deadlines. Dus ik ben gewoon heel hard aan het knallen. We hebben natuurlijk een nieuw huis dat eraan komt. Dus we moeten gewoon door blijven werken. En met Atelier zijn we bezig met hele toffe nieuwe dingen. Met een heel gaaf nieuw koord. Laptop sleeves in 4 kleuren. Zeg ik dat goed? Ja. En hele toffe workbags. Dus er staat van alles te gebeuren en we zijn er maar druk mee. Ondertussen komt er een heel leuk pakket binnen. Wat is dit precies voor iets leuks? Hey Jorski. Kijk dit. Dit was, kijk, wat is dit?
bloemkool kleine bloemkooltjes in zuur, verzuurd. Heel lief. Oeh, dit voelt echt als een oldschool kerstpakket. Ja. Wat onze ouders dan kregen. Kaarsen, crackertjes, kaarsje. Echt leuk een kerstpakket wel. Ik ben dus voor het eerst in mijn leven best wel excited over kerst. Echt wel heel. Ik zet zelfs uit mezelf kerstmuziek op. Ik heb het gewoon helemaal te pakken. Ik ben helemaal om. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik denk ook wel doordat alles nu heel cozy en binnen is en zo, dat ik gewoon denk, kom maar door met die gezelligheid. Ik vind het helemaal leuk. In het nieuwe huis wil ik zelfs wel een boom. Volgend jaar. Wie heb jij? Ik heb Pauline. Zeggen! Ik ben aan het koken. Soep maak ik. Broccoli soep. En tempeh. Doen we dat bovenop. Vinden we heel lekker. Ik denk dat het blender gedeelte wel bijna is aangebroken. En ondertussen probeer ik voor de hele familie iedereen zover te krijgen om loodjes te trekken voor kerst. Ik weet al wie ik heb. Wel een leuke. Wie heb jij? Ik heb een lutje. Man of vrouw? Een lutje. Dankjewel. Be married, hè? We hebben een soort early Christmas vibe dinner met de liefste Evie die voor ons werkt, voor Atelier en voor mij. En we dachten, we zien elkaar eigenlijk altijd in werksettings en hoe fijn om gewoon lekker even te kunnen kletsen. Wijn drinken, ik ga koken. Pasta met venkelworstjes die ik van Lisa heb geleerd. Best wel spannend, dat heb ik al een hele tijd niet gemaakt. Stress. Maar wat ook wel heel grappig is dat dit wel de realiteit is. Als je eigen baas bent en een klein bedrijf. Maar ja, even, kom maar gezellig eten. We gaan niet werken. Maar nu moet er iets online en zijn we toch nog bezig. Dit is gewoon wat mensen nooit zien achter alle andere efforts en dingen die online komen. Ja, dat klopt wel echt, hè? Dit is live. Ondertussen ben ik hier alvast even een beetje snackjes op tafel aan het zetten. Zo'n mooi karaf maakt alles meteen zo gezellig. Deze is van Hey. Een paar kaarsjes. Dat is mijn vaste snackpalet. Olijven, dipjes. Dan doe ik nu nog wat kleine worstjes en chipjes. En dan zijn we oké. Ook heel leuk is dat we deze wijnen hebben van mijn schoonzuster. Dana die importeert zelf wijn van de wijngaard van haar zus. En andere kleine omliggende wijngaarden. En dit is een Funky White, een natuurwijn. En hij is echt verrukkelijk. Cheerios. Oh jongens, het is echt een verrukkelijk wijntje. Hij drinkt heel makkelijk weg, maar hij is ook heel funky. Natuurwijn wil eigenlijk vooral zeggen dat er geen pesticiden zijn gebruikt in het proces. En dat, wat kan ik er nog meer over vertellen? En het leuke is ook wel dat het vaak hele jonge wijnmakers zijn. Dus de jongere generatie. En het is een categorie wijnen die heel erg buiten de lijntjes kleurt en zonder regels is. En je ziet ook dat er bijvoorbeeld vaak met kunstenaars wordt samengewerkt voor de etiketten. En dat er hele funky namen aan worden gegeven. En ook omdat het helemaal natuurlijk is en niet bewerkt, kan het ene jaar ook heel anders smaken dan het andere jaar. Dus dat is traditioneel gezien natuurlijk niet goed. Maar deze wijnmakers houden wel van dat avontuurlijke. Dat vind ik er wel heel tof aan, die avontuurlijke spirit. Dus I like it. Zit eigenlijk helemaal in teken van en wat dingen met vrienden doen en wat werken en het huis.
Gisteren was een vriend van ons die bij ons pizza's kwam eten en wijn drinken. Heel gezellig. Verder ben ik de hele ochtend al bezig met iets voor in ons nieuwe kantoor. Waar een keukentje in komt. En onze kledingkasten. We laten die binnenkanten allemaal, bestellen we allemaal bij IKEA. Dat zijn natuurlijk gewoon tried and tested fantastische systemen die gewoon super goed werken. Waar ik bijna geen aanpassing op heb, behalve dat ik de materialen niet altijd de mooiste vind. Zeker voor de binnenkant, maar er is nu een garderobekast onder andere die een soort eikenhouten look heeft. Het zal geen echt hout zijn, denk ik. Maar die vind ik best wel mooi, dus die kiezen we dan voor de garderobe. En de frontjes en de zijkanten en dat soort dingen komen dan van een andere plek. Wij gaan dan voor de garderobe en voor de kitchenette gaan we voor frontjes van A.S. Helsingo. En dat is een Scandinavisch bedrijf die de meest toffe dingen maakt in hele mooie kleuren. Dus we zitten nu te denken aan een zacht roze keukentje voor in het kantoor. Ik laat het even zien. Je kunt dan allemaal opties kiezen. Deze vind ik bijvoorbeeld heel mooi voor de garderobekast. Deze kleur. Pretty. Kijk, dit is die roze tint. Hij heeft bijna een beige grijsachtige ondertoon. I like it. Ook hebben Jordi en ik een nieuw bed nodig. Dus daar gaan we ook over nadenken. En dat is ook iets wat zo'n hap uit je budget is. En waar je ook echt vanaf een paar honderd tot duizenden euro's een keuze in kan maken. En we willen natuurlijk het liefste een heel lekker bed wat voelt als een hotel. Maar dan ben je zo, weet ik veel hoeveel duizend euro kwijt. Dus daar moeten we gewoon even, ik weet niet of dat nog in onze budgettering past. Ik denk het niet eigenlijk, maar we gaan wel alvast gewoon eens checken wat er allemaal bestaat. We zijn al bij IKEA geweest. Maar we willen ook de andere kant van het spectrum even, alhoewel IKEA echt hele goede bedden heeft. De andere kant van het spectrum even checken door een Kokomat en een Hastings even te proberen. En gewoon wat beddenzaken af te gaan. Dus ik denk dat we dat vandaag ook gaan doen. En ik moet een fiets kopen. Echt geen zin meer om te fietsen naar mijn brommetje. Maar terwijl we op een nieuw model brommer wachten die we mogen lenen, moesten andere ingeleverd worden. Dus ik ben een tijdje niet meer zo mobiel helaas, set. Heel chill, echt 2 uur gewandeld. Nu ben ik bijna weer thuis. Ga ik even kijken of Jordi met mij op pad wil naar misschien een beddenzaak of een tegelwinkel. Ik ben weer terug van de wandeling en het was zo koud dat ik een nog dikkere trui aan heb gedaan, namelijk een van Jordi en een muts en ik ga ook handschoenen aan doen. En nu gaan we op pad om een fiets voor mij te kopen en bedden te bekijken. Zijn we al 60 of nog niet? Dit heb ik nu aan. Een trui van Jordi als jurk. Love it. Sportlegging. Laarzen van Nubik. En mijn bomberjack en muts. En mijn beige atelierkoord van 100% gerecycled nylon. Super handig, dan ben ik gewoon verder hands-free. Zo'n mooi stadje. We zijn op de markt beland. Waar we allemaal groentes halen voor in een lekker zakje. Hoe cute ziet het allemaal uit, jongens. We hebben lekker allemaal groenten gehaald op de markt. En zuurkool en hele lekkere rookworst en dat soort dingen. En we gaan dadelijk heel lekker koken. Nu duiken we nog heel even de bank op en we kijken. Kopen niet kijken. Zoiets waarin mensen een huis kopen zonder dat ze weten wat het is. Ik eet dit erbij, kimchi. Voor misschien een aantal van jullie bekend, een aantal niet. Dat is Chinese kool gefermenteerd. Best wel pittig en ook een beetje zuur en er zit
wortel bij, knoflook, gember, chilipeper, suiker, zout. Ik vind het heel lekker en het is echt verrukkelijk om ook bij een tosti te doen. Maar ik eet het ook gewoon soms een beetje los. Super lekker. Eigenlijk zie ik hem al meteen, hè. Dit stuk aanbouwen, of de volle breedte, je hebt hier op de deur naar de tuin, gewoon keukendeur. Hier een groot schuifluik, wat dan ook, waardoor je zo de tuin in kan vanuit je woonkamer. We hebben weer een lekker flesje wijn opengetrokken. Dit is de rode wijn van Grape Hunters van mijn schoonzus. En hoe leuk zijn deze etiketten, hè joh? Oh, wat lekker. Helemaal heerlijk. Gaan we nu nog iets kijken of gaan we nu koken, wat denk jij? Koken denk ik. Zeven. Oh, Inmiddels ben ik buiten en heb ik mijn fiets opgehaald. Dit is dus gewoon een postcode loterijfiets die man even voor mij helemaal zwart gespraypaint heeft. Heel top, heel lekker fietsje. Een grote krat erbij en nu gaan we de verjaardag in. Ik hoor mijn broer stem al. Lekker door de regen gefietst en ik ben weer thuis. Ik heb mijn nagels ook laten doen voor de tutorial van morgen. Ziet dat er ook al helemaal verzorgd en pretty uit. Past helemaal bij wat ik ga doen ook. Het is nu denk ik 5:30. Dus ik ga even het script uitschrijven voor morgen. En dan spullen inpakken om te filmen en styling en dat soort dingen. En nog een paar mailtjes doen en een post schrijven. En dan lekker op tijd naar bed, denk ik. Wat ik niet door had, is dat het vandaag de voorjaar anniversary van mij en Jordi was. Ook heel gezellig. We hebben alleen niks gepland. Een lekker anniversary avondje met mijn schatje! Eigenlijk best wel heel speciaal. Wel leuk, ja. Zelf komen we er toch niet. Morning! We zijn een hele leuke tutorial aan het filmen met allemaal holiday hair. Zoals dit leuke fashionable staartje en andere leuke dingen. Je haar perfect thuis feunt. En wat nog meer, wat kan ik erover zeggen? Een leuke met een sparkly haarband. Dus ik hoop dat dit toffe inspiratie geeft. Deze jurk is ook heerlijk. Helemaal in de holiday moods. Ontploft het er aan de achterkant allemaal uitziet. Helemaal top. Maar kijk even deze mooie badkamer. Oh. Wat een plaatje. Goedemorgen. Ik heb een heel lekker dagje met werk in de ochtend en daarna wandelen in de natuur, in een park of bos of zoiets lekkers. Even wat groen opzoeken. En dan een chillmiddagje met Jor. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. En dat doe ik dan ook in het lekkerste chillpak van de wereld. Dit zijn echt de dingen waar je blij van wordt in deze tijd. Dit is helemaal een hele zachte, dunne, geribbelde knit van Arquette. Oh my god. Lekkerst van de wereld. Zo zacht. Loving it. Hoe chillen jullie het liefste? Zijn jullie team legging, team joggingbroek? Of als jullie thuis werken, ga je dan nog steeds helemaal ijverig aankleden in jeans en dat soort dingen? Hoe zitten jullie er thuis bij? Hey, gezellig wandelingetje. We zijn weer terug van onze wandeling. Ik heb helemaal rode wangetjes gekregen. En dit zijn eigenlijk gewoon de activiteiten in mijn leven op dit moment. Ik denk ook steeds, is dit leuk genoeg om te vloggen? Maar ja, de hoogtepunten die je meemaakt zijn natuurlijk nu je lekker warm aankleden en gaan wandelen. Of naar de Noordermarkt en dan groente halen en iets proberen wat je nog nooit hebt gekookt. Of iets lekkers halen of
thuiskomen en dan een heel lekker koffietje voor jezelf maken of een nieuw tijdschrift lezen of zo. Dus zo probeer ik er een beetje glans in te houden en de kleine dingen echt een feestje te maken of zo. Ik merk dat dat mij heel vrolijk maakt in deze periode. Ja, dan maak je van elke dag of elke week toch eigenlijk iets leuks, ook al ben je heel veel thuis. Speaking of which, ik heb mijn koffiecornertje thuis weer even heel gezellig gemaakt. Volgens mij weten jullie dat ik het leuk vind om een hoekje in mijn huis echt als een soort mini koffiebarretje in te richten. Zodat ook als ik thuis werk, dat ik gewoon er echt een moment van maak. Daar geniet ik echt van. Ik ga nu niet meer zoveel buiten de deur koffie drinken en dan heb ik dat lekker thuis bij het thuiswerken. Dat vind ik gewoon heel leuk. Ik doe hetzelfde in mijn badkamer met een soort at-home spa. Ik hou daar gewoon heel erg van. Ik drink echt maar 1 of 2 koffie per dag. Dus voor mij is dat echt een treat. En nu heb ik mijn hoekje helemaal gezellig herfst holiday proof gemaakt. Zelfs de capsules zijn in allemaal herfsttinten. Rood, goud. Mijn favoriete geurkaars in herfstgeur. En hier allemaal warme aardetintjes met mokken voor eigenlijk ieder koffiemoment. Van een latte tot een cappuccino tot een espresso, net waar je zin in hebt. Ik ga mezelf nu even belonen met een lekkere haver cappuccino. Dit is zo'n lekker high-tech apparaat. Hatsa! Heel leuks aan. Kan ik je het al zeggen rondom dit mooie koffieapparaat achter mij in de Vlogmas? De Vlogmas gaat denk ik de 19e online tot de 25e of 24e. Een paar leuke extra kerstvlogs om samen het jaar gezellig af te sluiten. En er zitten ook hele leuke cadeaus in verstopt. Hint, hint, hint. Dit wil je. Awesomeness. Ga het zeker volgen. We hadden een hele leuke uitnodiging gekregen om hier een nachtje te komen slapen. Wat ik natuurlijk met liefde aannam, want dat zijn echt de leukste kersen op de taart van het werk. En daar ben ik elke keer nog zo dankbaar voor dat ik zoiets leuks in mijn mailbox vind. En toen heb ik besloten om Lena mee te nemen, mijn vriendin en tevens ook manager. Om samen hier op een feestelijke manier ons jaar af te sluiten en te vieren hoe goed we het hebben gedaan. Ondanks deze gekke tijden en de fijne samenwerking. Dus dat gaan we lekker doen. We gaan zo meteen uit eten. We zijn net in de spa geweest. Vandaar dit make-uploze hoofd. En we zijn net de kamer binnengewandeld. Ik wilde even een mini-tour geven. De kamer, het heeft gewoon meer weg van een appartement. Dit ben ik. Hallo. Dan gaan we hier rechts naar een goddelijke suite. Een lekker raampje, werkplekje. En hier gaan we dan de trap op naar de badkamer. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Wauw. Dit is de douche. Dit is het bad. Het is niet normaal mooi. Echt, ik heb nog nooit zoiets gezien, denk ik. Zo mooi. Wauw. Dit is het kleine Lenis. Lena en ik zijn ons aan het klaarmaken voor het diner. Ik heb mijn haar weer in zo'n staartje gedaan met allemaal kleine staartjes. Ik kan het niet anders uitleggen. Een fijne foundation van Shiseido. Een beetje oogpotlood ook binnen op de binnenste wimperrand. Vind ik wel mooi de laatste tijd. En dan heb ik op de wimperrand, dus hierbovenop, een soort smudgy. Ik ben even aan het zoeken hoor. Mijn toilet is echt een weerwaar altijd. Oh ja, van Laura Mercier is deze. Maar je hebt het van allerlei merken. Chanel heeft ook een geweldig, maar dat is natuurlijk wel prijzig. Zo'n dik oogpotlood. Waarmee je echt gewoon woep, een streep zet. Kun je zelfs met je vinger een beetje uitvegen. En dat ziet er meteen dan zo lekker gepigmenteerd en goed en smoky-achtig uit. Daar overheen ga ik dan gewoon met een willekeurige oogschaduwkleur. Bijvoorbeeld uit dit goddelijke palet. Met allemaal roestintjes. Deze is van Charlotte Tilbury. Of wat ik nu heel veel gebruik is dit kleinere palet van NARS.
best moeilijk met één hand. Hier zit dus een blush en een highlighter in. En deze vier oogkleuren, maar ook die blush doe ik bijvoorbeeld heel vaak op mijn ogen. Dat zijn een beetje de tinten die ik dan veel gebruik. Het ziet er dan zo uit. En weer dat hele lekkere lippenbalsempje van Comme Deux. Ik heb vandaag de oranje op, omdat ik mijn roze ergens heb neergelegd die ik niet meer kan vinden. Maar die vind ik eigenlijk het mooiste. Laat ik jullie ook nog even zien wat ik aan heb. Dit heb ik aan. Ik noem deze outfitformule jeans en een nice top. Dat je gewoon een lekkere jeans draagt die goed zit, maar wel een fancy topje, dan is het eigenlijk altijd goed. Deze jeans is van Mick Keus, is een vintage Levi's die ik op maat heb gemaakt. De hakken zijn by far, die waren kapot en heb ik ook weer gemaakt. En het topje is van Guestus. En deze prachtige chain is van Atelier. Dit is onze nieuwe, die komt morgen online denk ik. Dus die heb je nog niet echt gezien. Hij is heel mooi geïnspireerd op die ketting van Eenvoud die ik altijd draag. Hij is echt bijna precies hetzelfde. Je kan deze zelfs ook als armband dragen. Ik vind het gewoon heel chill om met dat korte koord op pad te zijn. Als ik dan uit eten ga, dan heb ik gewoon dit. Leg ik dat gewoon lekker op tafel. Hier zit ook mijn pinpas in. Dan heb ik gewoon geen tas bij me. Maar wel mijn telefoon. Heerlijk, heerlijk. Ik heb hem ook lekker gematcht met twee nieuwe gouden ringen die ik bij Arket kocht. Die lekker chunky zijn. Dus dat is het. En we zijn binnen, dus ik hoef geen jas aan. En ik kan lekker even nog een blote schoen aan. Hey, sexy lady. Oeh, oeh, oeh. Wauwtjes. Ziet er prachtig uit. Oh, zo mooi. Dit gebouw is echt crazy. We zijn nu in Tycho, het restaurant van het conservatorium. En het is zo bijzonder. Hey, Lenus. Hey. Ik krijg nu de eerste gang van 6, geloof ik. Ja, echt insane. Oh my god. Lobster Ramos. En Lobster Gianta. Oh. Zijn we gelukkig? Hey, Lobster. Goedemorgen. Het is heerlijk wakker worden hier. Ik heb lekker gedoucht met uitzicht over de stad. Mijn haar gewassen met pepermunt shampoo. Nu lig ik lekker in bed. Beetje te werken en hebben we zo meteen ontbijt op bed. Wat een feest. Ik voel me zo'n geluksvogel. Man, man, man. Wat een tractatie om jezelf soms zo in de watten te leggen. En een nachtje in een hotel te slapen is echt... voelt echt als een vakantie. Je kunt van die 2 dagen zo opladen en genieten. Dat het is natuurlijk een ontzettende luxe, maar echt wel iets heel bijzonders om in je eigen land of stad te doen. Dus dat is echt wel iets waar ik heel erg van geniet, dat ik dat kan. En ik denk dat ik Jordi misschien ook nog wel mee wil nemen voor het einde van het jaar om hier een nachtje te slapen en bij Tycho te eten. Er zijn ook allemaal arrangementen, weet ik. Ik zal even een link hieronder in de bio ergens zetten. Mocht je zelf eens willen kijken hoe dat allemaal in elkaar zit. Heel veel hotels doen nu natuurlijk dat je in het hotel kan eten en dan kan blijven slapen. En ook bijvoorbeeld de spa in kan, wat ze hier ook hebben. Zodat het echt een onvergetelijk mini-holidaytje wordt. Dus dat zou ik zeker aanraden mocht je erover nadenken en daar ruimte voor hebben en dat willen doen. Dan is dit wel een hele bijzondere plek. Of to breakfast. Een hele goede morgen. Action. Oh my god. Wow, ja. Wow, wow, wow. Oh, lekkere sapjes. Hier ben ik ook wel heel excited over. Ja, oh, mijn god. Ik voel me echt een royal. Ja, ik ook. Vooral met deze dingen. Ja. Een clichéetje. What would Diana have? Met fijne tepels. Oh, ook met dit kopje. Hey lieverds, ik ben inmiddels alweer wat nieuwe dingen aan het vloggen. En ik denk dat ik die bewaar voor de volgende video. Misschien wordt dat wel een vlogmes als er volgend weekend geen vlog komt. Maar daarna wel, weet ik nog even niet. Ik ga in ieder geval een stuk of 5 of 7 video's achter elkaar filmen. Rond de 19e komen die online.
Met ook leuke giveaways erin, aftellend naar de feestdagen. Dus dat wordt heel gezellig. En voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je een hele fijne week hebt. Vol positiviteit. En dat je het jaar een beetje kunt afsluiten. Op een goede manier in je hoofd. Dan zie ik jullie heel snel weer. Thanks voor het kijken. Doei!